Zo, goeie avond. Hier zijn we dan. Ja, dat was even spannend, hè? Wel niet, wel niet. Gaat het door, gaat het niet door? Maar nou ja, ik heb mijn best gedaan om voor vanavond potloden, potloden en nog meer potloden, een heleboel potloden bij elkaar te zoeken. En sommige flink gebruikt, sommige nieuw in doos. Dat kennen jullie vast ook wel. Dat als je op een gegeven moment favorietjes hebt, die gaan hard en de rest blijft een beetje liggen. En sommige die zijn natuurlijk net nieuw binnen gebracht door PostNL. Ik heb ondertussen wel even als een in de turbo zitten kleuren. Om het een en ander uit te testen nog voor jullie. En ik heb denk ik op al jullie vragen wel een antwoord. En zo niet, dan, nou ja, dan moet ik het je verschuldigd blijven. Maar ik heb een boel uitgedokterd ondertussen deze week. En nee hoor, je bent niet te laat, Caroline. We zijn net begonnen. Ik heb alleen nog maar een zooi potlood op tafel liggen. Dus even als introductieplaatje leek me grappig. Ik had natuurlijk gezegd, het gaat over veel potloden. Geen geluid? Dat hoop ik niet. Ik hoop dat je me gewoon hoort praten. En de auto's buiten hoort toeteren. Jullie horen mij wel, toch? Oh, prima. Oh, gelukkig. Ik dacht eventjes van zo, straks zit ik hier helemaal tegen de muur aan te praten. Ik zit al zo alleen. Maar goed. Nou ja, goed. Ik ging jullie wat vertellen over potloden. Ik heb hier een hele zwik op tafel liggen. En natuurlijk gaat het dan vanavond over het nieuwe potlood. Onder andere in de hoofdrol wel een beetje. Het nieuwe potlood van Derwent, de Chromaflow. Die heb ik hier liggen. En naast mij ook nog. Ik heb een heleboel losse potloden ervan gekregen en ontvangen enzovoort verder. Om jullie die te gaan laten zien en uit te testen en er wat over te vertellen. Er zijn heel veel mensen die benieuwd zijn wat de toevoeging is op de Colorsoft. Wat het verschil is, wat de toevoeging is op de Lightfast. Nou, daar heb ik wel een aantal antwoorden op. Het grootste verschil zit hem in de kleuren, maar ik ga het jullie zo meteen allemaal laten zien. Van links naar rechts heb ik hier, ik heb gewoon even wat gepakt wat ik in huis heb liggen. Ik heb hier Grafitint potloden en Inktens potloden. Dat zijn potloden, daar staat zo'n penseeltje op, zoals je hier ziet. En dat penseeltje betekent dat je ze met water bewerkt. En nou, dat is leuk, dat gaan we vanavond dus niet doen. Die doen we weg. Dit zijn de zogenaamde aquarelpotloden. En Inktens heb ik pas een grote live over gedaan. Dus mochten jullie nieuwsgierig zijn daarover, dan kun je hem opzoeken op mijn YouTube kanaal. Ik doe die even weg. Dan hebben we hier de zogenaamde traditionelere kleurpotloden. Voor zover een kleurpotlood traditioneel kan zijn. Maar dit zijn de normale, tussen aanhalingstekens, kleurpotloden. Waarvan je, ik heb hier nog twee verdwaalde Faber-Castell potloden, Polychromos. Ik weet het, een hoop van jullie ook waren die, inderdaad, ik zie de vraag al van Karin, van wat het verschil is met de nieuwe potloden en de Polychromos. Met de Lightfast potloden, of het een aanvulling is. De Procolor heb ik niet heel veel vragen over gehoord, maar weet je, ik ga jullie wat vertellen. Ik ga dit lekker aan de kant doen. En ik vertel door middel van doen. Dat is nou eenmaal zo. Want anders moeten jullie heel de tijd naar mij luisteren. Wordt pas echt vervelend. Dus. Lightfast naar. Doe ik maar naar die kant. Colorsoft daarheen. Dan hebben we ook een beetje plek. Voor mij. Het beste uit te testen. Is het nou eenmaal op kraftpapier. Ja, ze zijn op tijd gekomen. Dat was echt een grapje. Om 6:30 of zo ging hier de bel nog. Dat ik dacht, oké. Dus ik dacht, wie staat er nou weer voor de deur? PostNL. Ik denk, nou, wat is dit nou voor gekheid? Die komen altijd om 8:30 's morgens. Maar ze waren er. Dus nou, ik heb hier wat voor gekleurd. Op kraft, want nou ja, dat is een beetje mijn dingetje. Maar ik heb nog meer voor gekleurd. Niet op kraft. Maar als eerst eventjes op kraft. Ik heb hier de hele basis gedaan met het witte
chromaflow potlood. En daaroverheen heb ik een aantal kleuren gebruikt. En nu heb ik er natuurlijk één groot zootje van gemaakt hier op tafel. Maar dat geeft niet. Want wat is er leuk ten opzichte van de chromaflow? Van de chromaflow ten opzichte van de lightfast? Roze, roze. Lightfast heeft amper roze. Ja, twee hele valen. En een magenta. En waarom? Ja, lightfast, die zijn 100% licht echt. Roze potloden, die zijn heel slecht door fabrikanten in licht echt te krijgen. Dus bij de lightfast vind je geen roze. Maar, daar hebben we nu het volgende op gevonden. De chromaflow heeft wel roze. Dan hoor ik de vraag al, maar kun je dat wel combineren met de lightfast? Nou, dat gaan we zo meteen allemaal uittesten. Ik heb hier nog een paar van die bloemen. Deze gave bloem die komt trouwens uit de nieuwe Take Me to the Ocean serie. Die komt vrijdag uit en die is vanaf nu alvast te bestellen. Ik zie dat sommigen al zeggen van ja, ik heb maar gelijk de 72 stuks gedaan. Ik heb maar gelijk besteld. Ja, het is natuurlijk nu in een mooie aanbieding, dus ik snap dat wel. Dat ik heb ook 72 losse potloden, dus ja. Ik kan ook niet wachten. Je bent toch nieuwsgierig en je wil het uitproberen. Maar qua kleuren, ik kan je wel zeggen, er zitten echt hele interessante kleuren tussen. Want die ik in andere in de lightfast bijvoorbeeld niet heb. En dan heb ik het over sowieso alle roze. Met uitzondering van de magenta. Maar ik heb het ook bijvoorbeeld hier over deze. Die zag ik net ook. En hij heet pastel mint, maar het is een soort pastelgroene kleur. Nou, ik heb ze in een ander blik zitten, want ik heb dus los besteld. Maar ik had nog een blik, omdat ik andere potloden weer ergens anders in had gedaan. En er zitten echt interessante kleurtjes tussen. Ik had ze allemaal keurig met het plaatje naar voren gedraaid, maar alweer aangezeten. Ik zal even ze gewoon zo wat dichterbij doen. Want ik had er hier een paar roze gepakt. Maar kijk hier, nog meer roze. Dus ik vind dit echt een uitermate geschikte set voor bloemen bijvoorbeeld. Ik zie mooie gematigde kleuren groen. Zoals hier de Obsidian Green en de Cactus en de Pastel Mint. Ik vind dat mooie, ja, matige groen. Groen is al vaak heel heftig. Dus groen staat ook bekend als een lastige natuurkleur om goed te krijgen. Maar natuurlijk de Grass Green, de schreeuwerige kleuren groen. Maar ook de foliage die ik uit de lightfast heel graag gebruik, die zit er ook in. Ben benieuwd, gaan we zo doen. Kijken hoe die kleuren verschillen van elkaar en hoe de kleurwijze verschilt. Nou, qua samenstelling, jullie hebben vast allemaal al het filmpje van Julia Woning gezien. Wat alleen maar goed is. Dus ik hoef niet heel lang misschien meer over de technische dingen te gaan praten. Maar de Chromaflows is een waxpotlood. De ProColor is een waxpotlood. En de ColorSoft is ook een waxpotlood. Dit zijn de drie die zijn het meest qua samenstelling vergelijkbaar van Derwent. Je hebt de drawing nog. Die heb ik er geloof ik ergens twee grijze van. Maar die laat ik nu even buiten beschouwing. Dat klopt, Mieke. 72 lossen zijn veel duurder. Maar de blik met 72 is nog niet leverbaar. Dus ja, dan had ik geen keus. Vandaar dat ik alle losse potloden heb genomen. Want die 72, die is uitverkauft. maar goed, qua samenstelling. Wax, wax, wax. Deze kant, dat zijn de zachte potloden. De ProColors, dat zijn harde potloden. Daar doe je lekker lang mee. Dat dan weer wel. Er zit een harde punt in. Die prima en heel goed geschikt is voor laag over laag over laag over laag. Voor mooie haarstructuren, voor heel fijn werk. Kijk maar eens op het filmpje van Julia Woning, die laat dat heel prachtig zien. En dan de Chromaflow en de ColorSoft, die zijn goed vergelijkbaar vind ik qua samenstelling. De Chromaflow is een wat dunner potlood. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld van allebei de Blush Pink. Zie je? Blush pink. Blush pink. Maar als je goed kijkt, even kijken of me dat lukt. Dan heb ik rechts het Chromaflow potlood en links de ColorSoft. En dan zie je dat die ColorSoft is wat dikker. Chromaflow is wat dunner. Maakt het uit? Weet ik niet.
Zie je kleurverschil tussen deze twee? Dat gaat natuurlijk vraag 2 worden. Nou, ik pak even een... Ik dacht deze wel leuk als die nog een beetje mooi wordt. Dus ik pak even een tagblok van Studio Light. Een stukje kliederpapier. Hupsakee. Zo, Colorsoft. Merkt wel als je de chromaflow kleurt, nou, nauwelijks eigenlijk. Ik voel niet heel veel verschil tussen beiden. Maar hier, je ziet wel kleurverschil. Zie je dat de Colorsoft, de bovenste, is wat donkerder. Ik zal eens een keer lichtjes kleuren. Ik heb nou gelijk een dikke met veel druk gekleurd. Om zoveel mogelijk kleur te krijgen. Chromaflow kleurt wat makkelijker. Voor mijn gevoel. Gaatjes gaan wat beter dicht. Maar goed, het is allebei roze. Deze wel. Maar ik heb niet de hele set van de Colorsoft. Dus ik kan jullie niet de hele set in vergelijking laten zien. Maar hoe gaaf. Ik ben helemaal verliefd op deze kleur. Die pastel mint. Kijk, zo mooi. Als je, ja, nu is dit op kraft misschien niet gelijk het beste voorbeeld, maar kijk hier op Painton. Ik wil deze. Die is van mij. Ik vind het een gave kleur. En zo zijn er nog wel meer van die kleuren dat je denkt, oeh, speciaal. Nou, dan hebben we hier het werkje waar ik eigenlijk mee bezig was. Die heb ik dus een basis gegeven. Dat blok met die labels, oh goed, dat is een tagblok van Studio Light. Zou ik eens heel even eigenlijk op de website van de Duif zoeken naar tagblok. Die zijn heel interessant, zitten er een heleboel op, 60 zelfs, dus dan kun je helemaal uit je dak gaan. Ik weet niet of ze er nog zijn, dat dan weer niet. We zijn al een tijdje oud, maar ik denk dat is makkelijk, want aan de tafel ligt bezaaid. Met potloden en andere spullen. Dus ik dacht, dan heb ik alles bij elkaar. Zal ik heel even gauw kijken voor je of het er is. Tagblok. Zo te zien zijn die er nog. Ja, zijn er nog. Dus als je erop zoekt. Oké, ik heb het nou toch al gezocht. Komt-ie. In de chat. De link naar de tagblocks. Als ik dan toch bezig ben. Dan ga ik wel even terug naar mijn eigen lijstje. Als dat nog allemaal nog wil. Zo. En dan naar de lijf van vanavond. Komt-ie. Ook maar gelijk de link. Dan kan ik gewoon verder gaan met praten en kleuren. Nou goed. Ik heb hier dus, wat ik net ook al een paar keer heb gezegd. Met de Chromaflow heb ik ondergrond wit gekleurd. Eigenlijk net zoals ik met de lijtwas doe. Ik heb daar een aantal kleurtjes overheen gezet. En even zoeken waar ik ze allemaal heb. Hot pink, blush pink. Helemaal tof. Ik hou van roze. Dus ik ben wel blij. Ik heb niet heel veel Colorsoft potloden. Dus ik vind dit wel een fijne aanwinst. Voor degenen die al wel Colorsoft potloden hebben. Die moeten eventjes... Ja, eigenlijk de kleurenkaarten eventjes moeten bekijken. Die komen ook aan alle kanten als paddenstoelen uit de grond. Oh, wat leuk, Annemaria. Ik heb ook zin in zaterdag. Gaan we gezellig workshoppen. Nou, weet je, ik ben helemaal niet zo gek op roze. Als je het hebt over kleding of dat soort dingen, dan vind ik roze. Ben ik gewoon van het zwart. Zwart en diep zwart. Maar... ja, als het dan gaat om bloemenkleuren enzovoort, dan mis je toch vaak een roze. En daar is deze set dan wel echt heel fijn voor. Maar ik zit alleen maar te kletsen en niks te kleuren. Ja. Die onderlaag hier, die zit er. Mijn voorbeeldplaatje, die is aan de wandel gegaan met alle verhuizingen die ik hier nu aan het doen ben op tafel. Hij is hier. Kijk, deze die heb ik... als voorbeeld gekleurd voor de verpakking van Studio Light. En die is gekleurd met Daniel Smit. Maar het is toch even leuk om te laten zien.
Vanaf vrijdag liggen die in de winkels en vanaf vanavond zijn ze vanaf nu eigenlijk te pre-orderen. Nou, je kunt met die kleuren prima hier laagje over laagje op dat kraftpapier werken. Ik vind het wel wat minder intens als bijvoorbeeld met de lijtvas. Met de lijtvas gaat het wel ja, nog romiger, nog cremiger, maar daar zit ook een enorm prijsverschil in. Dat het lijtvaspotlood is een oliepotlood en dit is een waxpotlood. Deze zijn toch wat steviger, ook met het kleuren met wit heb ik gemerkt van hey, mijn punten ging niet zo hard als wanneer ik dat met lijtvas doe. Maar ik heb van mijn polychromos al 3 keer de babyroze moeten vervangen. Ja, maar ook bij de polychromos, die zijn ook niet allemaal licht echt en zeker de roze niet. Want dat, ja, dat is bekend dat dat met roze kleuren slecht lukt. Vandaar dat ze die in de lijtvas niet hebben opgenomen. Want ja, als je iets lijtvas licht echt noemt, dan kan je moeilijk zeggen, ja, behalve de roze. Dat, dat is natuurlijk een beetje gek. Dus, eens even kijken. Ik had daar nog een Pompeii rood. Die had ik hier aan het bovenrandje gedaan. Maar je ziet dat je echt wel heel mooi hiermee kunt kleuren. Ik heb ook een vraag gezien. Eels, kan je er met de doezelaar mee? Nou, heb ik al uitgetest? Mijn antwoord, ja, dat kan. Let maar op. Natural brown. Mijn kleur, hè, ook in de lijtvast. Deze natural brown is alleen niet hetzelfde als die van de lijtvast. Die lijtvast is wat warmer dan natural brown. Maar wat zou het? Bruin is bruin. Ik doe hem wel in 1 keer. Er zit in de... op Crafts heb ik altijd een trio van de lijtvastpotloden waar ik mee getrouwd ben als het gaat om het maken van schaduwen. Alleen de lichtste kleur die zit niet in de, in de Chroma Flow set. Ik begin dus met een heel dun laagje als ik schaduwkleur of zo, een, zo heel dun. Dan neem ik een douchelaar, even kijken waar die heen is. En ik douchel dat. Wat uit. Wel een beetje vals licht. Ik weet niet of jullie daar ook... Ik zal ook eens een beetje inzoomen. Zo. Ik doe zo eerst die rand. Die doezel ik wat uit. Ik zie een vraag, kan je dat met de blender doen? Dit, zo'n schaduw naar papierkleur... Doe ik altijd met de doezelaar. Dat werkt niet met de blender. De blender is eigenlijk meer een egaliseerder. En deze, dit vaagt uit. En dat is wat je nu wil, dat het uitvaagt. Nou, dan zie je al dat dat heel mooi lukt. En dan vervolgens ga je er gewoon nog weer een laagje in aanbrengen. Rustig, laagje voor laagje. En hoe dichter bij de rand van het object, van de bloem in dit geval, hoe donkerder je die kleur aanbrengt. Even kijken als ik deze lamp uitdoe of dat dan beter gaat. Momentje. Zo. Ik denk het wel. Als ik deze dan... Volgens mij is het licht zo beter. Omdat er nu geen schaduw valt. Zo. Dan kun je er nog eventueel met de doezelaar in. Maar het zijn de Chroma Flows echt wel mooie potloden. Ze zijn natuurlijk een stuk vriendelijker voor je portemonnee als de lijtvastpotloden. Je merkt wel verschil. Daar zou ik ook zeker niet om liegen. Dat als je liever de Mercedes onder de potloden wil, of de Rolls Royce, of de, weet ik veel, ik heb geen verstand van auto's, ga ik niet doen als een ander na te praten, maar als je gewoon het beste potlood wil van de band, ja, dan ben ik wel eerlijk dat de lijtvast echt wel mijn voorkeur heeft, maar dit is best heel oké. Kijk maar. Je kunt hier echt mooie dingen mee maken. En tuurlijk,
moet je alles leren met potlood kleuren. Maar daarom ben ik expres op kracht gaan kleuren, want daar durf ik mezelf ondertussen wel ver gevorderd in. Ik heb ondertussen honderden kaarten gekleurd, als het er niet al duizend zijn ondertussen. Vooral met Ilesia stempels en ik heb er zoveel gedaan, dat dan weet je wel precies, allemaal met de lijst vast, dan weet je wel precies hoe het aanvoelt en wat de verschillen zijn. Het is alleen de kunst om dat dan ook nog uit te leggen. Maar hiermee kun je dus echt gewoon hele mooie dingen doen. De kleuren die voegen bij elkaar echt wel wat toe. En als ik dan nu, sorry, ik krijg de hik ook toch. Ga kijken van ja, voegen die, kan je die kleuren op elkaar gebruiken? Dan pak ik een paar lijtvastpotloden. Even een momentje. Zo, een aantal groene. En laat ik dan ook die gele nog pakken. Sorry. Nou, zit ik hier met mijn wiel onder mijn kabel. Nou, ik heb hier een aantal lijtvastkleuren, waaronder dus die foliage die ik net ook zag in die set van van de Chromaflow. We gaan gelijk qua kleur kijken hoe dat uitpakt. De foliage. Dan pak ik die van de andere ook. Dan zit alles weer door elkaar. Nou, qua punt. Als je de punt kijkt, dan. Oh, sorry. Zie je al wel wat kleurverschil. De bovenste lightvast, wat dikker potlood. De onderste is de Chromaflow, wat dunner potlood. Chromaflow nog even slijpen, want ik heb echt nog niet alle 100 potloden al geslepen. Ik doe alles zonder terpentijn of zonder terpentine. Ik heb gewoon echt, ik vind terpentine, dat is sowieso een andere techniek. Ik kleur zo niet vaak. Dus ik doe dat zonder, inderdaad. Nou, laten we dat op het kliederkaartje eerst doen, want ik wil deze eigenlijk wel gewoon heel graag een hele mooie maken. Zo. Hé, hey. Ik dacht ik pak de wit. Een laagje Chromaflow wit. Lijtvast eroverheen. Kun je dat blenden met elkaar? Is dan de vraag. Ik blend met wit. De witte Chromaflow. Over de lijtvast. En gaat dat? Zeker gaat dat. Kan er zelfs nog weer een keer terug overheen. We kunnen ook met het blender potlood. Even kijken waar ik die heb gelaten. Even zorgen dat mijn roze eraf is. Kijk in beeld, ja. En dit is dus Chromaflow over. Nee, lijtvast over Chromaflow. En de Chromaflow weer over de lijtvast. Kun je dat blenden? Antwoord is hier. Doe ik het nog een keer met die andere foliage, maar dan alleen maar Chromaflow. Want hier kun je ook nog wel gewoon weer wat witter maken. Hier is die. Hier zit wel kleurverschil in. Dus voegen ze wat toe op elkaar. Zeker, want de kleuren van de lijtvast en de Chromaflow, ook al zijn de namen hetzelfde, de kleuren zijn dat niet. Niet helemaal in elk geval. Kan ook niet. Hele andere samenstelling van potlood. Maar goed. Dit is dus helemaal Chromaflow. Ik ga hem hier nog even op zijn donkerste erop zetten. Dan kunnen jullie dat ook goed zien. Ik ga dat hier ook even doen. Blender potlood. Kun je het blenden. Nou, dat lukt zeker. Zie je? Dus
gaat prima over en door elkaar. Kun je dan met die Chroma Flow ook op een wit lijtwaspotlood. Veel van jullie zullen een wit lijtwaspotlood hebben gekocht of aangeschaft. Want daar heb ik het al zo vaak over gehoord. Dat, ja, nou dit is dus lijtvast. Je ziet, en ja, je voelt, maar ja, dat kan ik al zeggen, maar dat helpt natuurlijk niet. Zo, dan ga ik met die hot pink, deze. Maar dan mag ik niet bezig. Moet eens kijken, hadse flats, knallende roze. Dat, voor de liefhebbers van roze. Over het lijtvast wit. En dan wil ik die blenden met het lijtvast wit. Dus hier het witte lijtvast potlood weer. Voor degene die die allemaal in hun bezit hebben. Gaat dat? Jongens, dit gaat gesmeerd. Dit gaat echt heel makkelijk. Dat gaat makkelijker als net met alleen Chroma Flow. Maar dat komt door de lijtvast, door de olie. Maar kun je olie en wax potloden dus met elkaar blenden en mengen? Zeker. Het enige verschil, of het verschil is, die lijtvast is nog romiger, nog smeuiger. Echt een beetje à la, een beetje wasco in een potlood. Alleen dan olie wasco en geen wax wasco. Maar kijk, hoe gaaf. Dat gaat zeker goed. Dus blender potlood van der Wendt, geen probleem. Blenden met lijtvast wit, geen probleem. Over de lijtvast wit, geen probleem. Ik zeg, prima te combineren. Alleen, wil je een werk voor aan de muur, hou dan rekening mee. Lijtvast is licht echt. Als het in de zon hangt, vervaagt het niet. En de Chroma Flow is niet licht echt. Maar werk je in journals of gewoon ja, op kaarten? Ja, deze kaart, die wordt straks hartstikke leuk. Ik zoom hem iets uit, want ik ben iedere keer bang dat ik buiten beeld ben omdat ik het te ver ingezoomd heb. Zo. Dit wordt, vind ik straks, een hele leuke kaart. Zet ik die een dag in de zon? Nou, een dag zie je echt geen verschil. Zet ik hem een week in de zon, dan gaat hij misschien wel verbleken. Ik weet het niet, ik heb dat niet uitgetest. Maar ja, wie zet dat nou in de zon? Ja, het kan gebeuren natuurlijk als de zon naar binnen schijnt. Maar, nou ja. dus je moet voor jezelf ook nadenken. Als ik nou potloden wil aanschaffen. Ja, de lijtvast. Dat zijn toch wel voor mij. En want het is ook persoonlijk. Top potloden. Maar die Chroma Flows die doen echt niet onder. En ik vind die Chroma Flows die kun je prima ook aanvullen. Op de Colorsoft en op de lijtvast. Ook die roze kleuren. Geen probleem. Geen punten bij je. Nee, dat is reclame. ik had nog meer. Eigenlijk. Deze wil ik nog afmaken. Maar ik heb ook op zwart papier getest. En het zwarte papier wat ik hiervoor heb gebruikt. Is het ultra glad zwart papier. Van het huismerk van de Duif. Die lijn is ultra glad. En nou, dit is echt ultra glad. En dan hoor ik jullie denken, waarom zou je met potloden op ultra glad? Dan heb je toch juist een structuurtje nodig? Nee, dat hoeft niet. Let maar op. Ik wilde eigenlijk even een slokje drinken. Anders ga ik zo weer heel hard hoesten en dan komt er geen woord meer uit. Dus dat moeten we niet hebben. En zo. Ik heb hier op zwart papier gestempeld met witte inkt. Deze van de Hero Use. Prachtige witte inkt. De witste der witte. En trucje met die inkt. Als je daarmee gaat stempelen, stempel licht. En druk niet te hard. Heb je een linkje naar dit zwarte papier? Ik heb een linkje naar alles van vanavond. Er staat ook dit papier bij. Komt die? Super glad zwart papier. Ook als je er overheen voelt, dan het voelt niet als plastic. Het is ook zeker geen plastic, absoluut niet. Het is echt papier. Maar het voelt als, ja, bijna fluweel ook niet. Nou, ik kan het niet uitleggen, het is gewoon heel glad.
En wat gebeurt er nou als je op dat hele gladde papier gaat kleuren met je potlood? Daar kun je ook echt hele leuke dingen mee doen. Kijk. Want je kunt sowieso met wit. Kun je met schaduwen werken. Zo. Dus je geeft hem dan eerst een beetje een laagje. En dan moet ik eigenlijk even een hard ondergrondje hebben. Nee, whatever, ik doe het gewoon zo. Ik heb hieronder heb ik cel liggen, dus dat is eigenlijk niet heel handig. Maar kijk, en hier aan de rand kan ik het heel wit maken. Met de Chromaflow werkt op zich helemaal prima. Hier ook. Een wit potlood op zwart testen, dat is natuurlijk de ultieme test. Maar jullie zien, hij wordt best wit. Ik pak toch even die harde ondergrond erbij. Die ligt hier ook nog klaar. En dan vind ik het eigenlijk pas echt een eerlijke test, als je ook wat meer druk uit kan oefenen. Want ik heb meer witte potloden hier liggen. Zo, ik heb ook de witte lijt vast. Ergens. Ik heb ook de witte Procolor, dat is een hele harde. Ja, dat is niet geschikt op. De Procolor is niet geschikt op zo'n glad papier. Deze dus wel. Waar is nou mijn witte lijt vast? Die heb ik net nog in mijn handen. Nou, hier. Er zit allemaal roze aan. Zo. Die lijt vast hier. Gaat ook prima op dit ultra gladde papier. Is ook logisch, want dat is zo'n romig potlood. Dan kun je nog mee op aluminiumfolie kleuren, denk ik. Maar ik heb het niet getest hoor, ik roep maar wat. Polychromo's komen eraan. Alleen ik heb er maar een witte en een zwarte van. Dus ik kan er niet heel veel over zeggen, maar... eigenlijk zou ik niet weten waarom je ze niet met de polychromo's zou kunnen combineren. Dat, zo. En welk potlood voor jou het fijnst werkt... is ook gewoon echt wel persoonlijk. Dit is de lijtvast. En dan kan ik... Die is wel ietsje witter. Moet ik wel zeggen. Ik heb ook die polychromo's. Die Faber Castell, die witte. Die doe ik hiernaast. Faber Castell's, die polychromo's, die zijn wat harder weer. Maar laten wel mooi die kleur af. En dan willen jullie natuurlijk weten, kun je die mengen? Die kun je echt wel mengen. Maar ik ga het zo bewijzen. Want dan is het, werkt het beste, toch? Zo. Dan kun je hier wat netter maken. Niet zo netjes gedaan. Maar zo kun je op dit zwarte papier, op dit supergladde papier, kun je dus met bijna geen potloodstructuur in je werk heel fijntjes werken. En met een enkel laagje zelfs al wat moois maken, maar ook hier heb ik gewoon een aantal laagjes aangebracht op dat supergladde papier. En dat gaat gewoon goed. Kijk, blenden. Dat gaat als een mes door de boter bijna hier. Ultra gladde spul. Zo. Gaat prima. Nou, dan de vraag. Kun je die polychromo's en die, nou dan pak ik die hot pink, die Chromaflow ook mengen met elkaar? Ik ga dat gewoon testen. Laagje poly. Poly laagje. Dat klinkt beter.
hieronder. Ben ik in beeld? Ja, ik ben nog in beeld. Dat is ook mooi. Zo, dan neem ik wel de hot pink, want dan kun je weer het verschil zien. Hot pink, die knalfelle roze. De dwars overheen. Natuurlijk kan dat gewoon. Je kunt alles over elkaar in smeren. Blend je het met elkaar. Kan dat? Prima. Iets moeilijker misschien als met de lijtvast. Maar dat komt ook omdat ik lijtvast gewend ben. Blendertje erover. Waar heb ik hem gelaten? Dus dan ga ik met de Derwent blender over de polychromo's. Geloof mij nou, dat gaat gewoon. Tip, niks aan het handje. Zo. Even kijken hoor. Zo. Even kijken. Ik heb helaas geen luminance van Karen Dosh. En wat dat verschil is om te tonen met de polychromos, lightfast enzovoort. Ik heb wel, nou ja, ik heb gewoon opgezocht. De polychromos en de lightfast potloden. Dat zijn echte oliepotloden. En de luminance, dat zijn mixpotloden van wax en olie. Dat is wat ik begrepen heb van Google. Dus ik heb geen luminance potloden, dus ik ga ook niet doen alsof ik daar verstand van heb. Maar ik heb wel begrepen dat luminance ook een prima potlood is. En heel eerlijk, zolang je niks licht echt aan de muur wil hangen, kan dit allemaal volgens mij prima met elkaar gecombineerd worden. Het is alleen op een gegeven moment het verschil. Wil je tekeningen gaan maken? Of voor stempels kleuren? Ja, daar werk je gewoon met de materialen die jij fijn vindt werken. Wil je echt gaan tekenen? Dan maakt het nogal een verschil. Want zo'n Procolor, daar maak je hele fijne haarlijnen mee. Nou, zonder dat het potlood gelijk slijt, slijt, slijt. Kan je dit dan niet doen met een Colorsoft of een Chromaflow? Natuurlijk kan dat wel. Alleen het effect wordt anders of je moet vaker slijpen. Ja, ik heb hier nu geen puntje meer aan zitten. Ik vind het zonde om hem nou alweer te gaan slijpen. Maar natuurlijk kan je daar ook haren mee tekenen. Het blijven allemaal kleurpotloden en met een scherpe punt kun je van alles. Alleen je moet vaker slijpen. En het eindeffect wordt gewoon wat anders. De Procolor zijn ja toch misschien ook wel iets meer tekenpotloden daarin. Ik gebruik ze dan. Ik kleur veel stempels en plaatjes en nog meer stempels en nog meer stempels. Dus dan vind ik zelf die romige potloden. Ja, ik ben daar echt heel erg fan van om daarmee te kleuren. En dus vind ik ook deze Chromaflow ja fijn. Gewoon, ik kan niet anders zeggen. Welke doezelaar gebruik je? Nou, ben ik wel van mening, als ik daar dan heel eerlijk over mag zijn, dat dat echt niet uitmaakt. Ik heb doezelaars van het merk Merkloos. Ik heb hier doezelaars van Derwent. Die heb ik ook. Maar het zijn allemaal papieren stompjes. Samengeperst papier met kattenhaar in dit geval. Maar ik heb doezelaars. Ik heb er heel veel. Ooit is in een bulk aanbieding een heleboel doezelaars gekocht. Ik hoor ook veel mensen zeggen van ja, ik doe ze even af aan een schuurplankje. Ja, dat mag van mij. Ik heb gewoon per kleur een doezelaar. Ik heb hier wit. Die heb ik maar opgezet. Want anders denk ik iedere keer, oh die is nog niet gebruikt. Oh die is nog niet gebruikt. En dan heb ik weer geen wit. Dus die is voor de wit. En dit is tot hij op is. En dan schuur ik er een puntje aan. Of ik gooi hem gewoon weg. Want die doezelaars die zijn niet zo duur.
Of die hoeven in elk geval niet duur te zijn, want ze doen allemaal wel wat het is. Ja, Luminance is wat vetter potlood. Het is Lightfast ook. En de Chromaflow is ook een wat ja, het is niet vet, maar zacht, cremig, romig. Gewoon, ja, ik vind het lekker om mee te kleuren. En, waar is mijn bruin, hè? Er liggen hier zoveel potloden. Ik zie door de potloden het bos niet meer. Ha. Dus ja, vind je kleuren op kraft? Wat ik graag doe. Vind je dat nou fijn, leuk, mooi? En heb je dat altijd al willen doen, maar waren de Lightfast te duur? Dan zijn deze Chromaflows een prima optie, zoals je ziet. Ik vind zo'n schaduwtje, ja, ik hou van schaduwtjeskleuren. Vind ik een soort kalmerend, omdat je dan die diepte er zo in ziet komen. Vind ik dat heel leuk. En dan met zo'n doezelaar poets ik dat wat weg. Zodat het ook nog mooi overloopt. En met die blender egaliseer je meer twee kleuren met elkaar. Dus bijvoorbeeld hier, als ik hier met de blender overheen ga. En dat verwacht ik dat wel wat minder zal zijn. Als je eenmaal geblenderd hebt. Dat is geen woord. Maar als je geblend hebt. Dan pakt die kleur niet meer zo goed. Bij de Lightfast maakt dat nou geen verschil. Ik heb hier blendpotlood. En dan komt die kleur die komt met de Chromaflow na de blender bijna niet meer erop. Met de gewone Lightfast kun je over het ge... Sorry, ik raak afgeleid door een vraag die ik niet weet, maar Jacqueline geeft antwoord, dus dat is mooi. Over het blender potlood heen kleuren met Chromaflow, dat gaat niet makkelijk. Dan ga ik nog één keer uittesten of dat echt zo is. Hier. Blender potlood. Nou, dat is hier, dat laat wit af. En als ik hier dan nog... Ja, het gaat wel, eigenlijk. Alleen daar niet meer, dat is gewoon dicht gekleurd. Er zitten te veel lagen op elkaar, dan doet hij het niet meer. Maar hier dus wel, en wil ik hier met een Lightfast overheen. Ja, dat wordt gewoon nog oerdonker. Dat met Lightfast kan je overal overheen, wat ik net al zei. Volgens mij kleur je er zelfs mee op aluminiumfolie. Maar, ja, die bloem die komt door die schaduw wat meer naar voren. Daarom hou ik van het kleuren van schaduwtjes. Over die green oil en de geurloze terpentine, ik gebruik dat nooit. Dat is voor mij nog iets wat ik nog nooit gedaan heb, maar dat, nee. Ik zie andere mensen die geven antwoord. In het blenden zit geen verschil, alleen de samenstelling is anders, de olie is wat vetter, maar ik durf het niet te zeggen, ik lees alleen maar voor wat er gezegd is. Volgens mij heb ik zo de meeste vragen van jullie wel beantwoord. Hoop ik eigenlijk. Ik weet niet of er nog... Ik kleur gewoon nog even lekker verder hoor, daar niet van. Of er andere mensen nog iets willen weten. Qua samenstelling is de Chromaflow dus niet heel veel anders als de Colorsoft. Qua kleuren en qua dikheid van het potlood en wel... Ze kleuren wel anders. En ik kan je niet zo goed benoemen wat ik daar nou anders aan vind. Deze kleurt wat makkelijker. Voor mijn gevoel. Is er interesse in een live met het blenden met terpentine? Dat wordt gevraagd. Dus wie dat leuk vindt, nu roepen. Ik zeg, ik vind dat wel leuk. Ik
Ik heb op de Art Specialty wel bij bijvoorbeeld Nikki gekeken van Faber Castell. Die heeft dat op de Art Specialty gedaan, maar ik heb zelf mezelf er nog niet dusdanig in verdiept. Dat ik dat. Maar ik heb wel van de week toevallig ook in een filmpje van Julia Woning, geloof ik, zitten kijken. Dat je dan ook wel echt die mooie felle kleuren naar voren krijgt. Dus het is zeker wel interessant, denk ik, om dat te bekijken. Ik wil het wel. Ik heb zoveel kleuren hier liggen dat ik ze iedere keer kwijt ben. Is dat wat? Maar goed, dit kleurt prima. Ik kan niet anders zeggen. Dus ik ga ook niet in herhaling vallen. Maar mocht je nog een vraag hebben, stel hem gerust. Blend met babyolie. Dat heb ik wel in huis. Dat ja, moet wel bij Julia Woning zijn. Ik heb voor de rest niks gekeken deze week. Ik heb alleen weer gewerkt en geslapen. En nu dan lekker even live. Even wat leuks doen. Zo. Nou, laten we eens een ander kleurtje pakken, want ik geloof het eigenlijk nu wel eventjes met deze. Ik had de foliage gepakt. Even spieken, wat hebben we hier? De cactus, dat doe ik gek. En mijn pastel mint, obsidian green. Oh, het klinkt allemaal goed. Even spieken. Nou, dat kan weg. Zo. Puntenslijper. Ik blijf hier gewoon een beetje rommelen. En ik probeer ondertussen op de chat te letten wat jullie allemaal zeggen. Procolor is een harde potlood. Jazeker. Die is echt. Als je de hele tijd aan het kleuren bent geweest met Colorsoft en Light van Zeer pakt een Procolor, dan denk je: wow. Die is hard. Maar een groot blik. Oh, ik heb inderdaad helemaal niet verteld wat ze kosten. Het grote blik is nu. Oh jee, voor ik het verkeerd zeg. Komt-ie. Van $114,95 bij de Duif. Zoek op internet en elders zal je zien dat ze $179,95 zijn. Maar bij de Duif, die hebben nu een mooie, ja, mooie aanbieding waarvoor ze hem mogen aanbieden. En ja, is die gewoon goedkoop. En... dat is nog een pre-order, dus verwacht niet vandaag besteld, morgen in huis. Maar in week 28 worden de blikken geleverd. Degene die hem al eerder besteld hadden, die komen wel hopelijk eerder als week 28. Maar, even kijken hoor. Ik zit mis te klikken, ik ben jullie kwijt. Daar. Dus een groot blik is $114,95. Nou... in vergelijking met wat de lightwaspotloden dan kosten, zit daar natuurlijk al een grote kist lightwaspotloden. Die is rond de $250. Dus daar zit echt wel een enorm prijsverschil in. Maar voor wie dit nou met krafkleuren of gewoon stempelskleuren op zwart kleuren, wat ik net deed, wie daarmee wil beginnen, is dit echt een leuk potlood. Je moet er nog heel eventjes op wachten, dat wel. Maar, en ik weet misschien, dat ik weet niet of Jacqueline er nog is, maar tot wanneer die aanbieding is. Ik heb geen idee eigenlijk. Maar voor nu in elk geval is die $114,95. En ja, dat. En dan heb ik het over de 72 stuks. Even spieken. Hier is mijn geel. Is er ook een kleurenkaart? Nou, nog niet. Nou ja, in zoverre. Ik heb gezien op de Derwent Benelux groep op Facebook en bij Dini Sprakel. Die zijn bezig geweest met kleurenkaarten. Kleuren zelf. Die hebben op Etsy zo'n bestandje gekocht en die zijn kleurenkaarten gaan inkleuren. Wat ik altijd doe met potloden enzovoort, is ik heb een...
Hoe heet dat zwarte papier van de duif? Ultra glad. Gewoon ultra glad. Dat, ik zal nog, wacht, ik gooi de link er nog wel in. D-Lines ultra glad zwart papier. En verwacht dan niet dat je op dat papier 2500 lagen kunt kleuren. Dat gaat je echt niet lukken. Maar voor 1, 2 laagjes kun je dus op dat zwart een heel mooi subtiel laagje aanbrengen. Met wit bijvoorbeeld. Je kunt deze bloem bijvoorbeeld helemaal wit maken. Klein laagje kleur eroverheen. Dat gaat ook nog. Maar je kunt hier geen, net als pastelmat papier, nou dan kun je uglagen over elkaar heen kleuren. Daar is dit papier niet voor. Het is glad. Dus veel er zit geen structuur in. Gewoon geen. Ik kan wel zeggen weinig. Nee, geen. Het is glad. Voelt zo lekker. Nou, ik ging ondertussen voor de groentjes. En de andere kleurtjes hier. Dit is de kleur cactus. I like it. Dus naast de hele felle kleuren die van de week al benoemd zijn. Ja, het kleurenpalet van de Chromaflow is super fel. Zitten er dus ook gewoon hele mooie subtiele pastelkleurtjes in. Wat het dan weer leuk maakt voor ja, bloemenkleuren, natuurdingen kleuren. Er zitten ook echt een hele subtiele tussen. Dit is de Obsidian Green. Die gebruik ik dan weer als een wat donkerdere kleur groen. Een beetje meer schaduw toe te voegen in dat blad. En heb ik nu gekeken waar dat allemaal moet? Wel nee, ik zit gewoon lekker te kleuren. In dat blad een beetje van die pastelmint en nog overheen. En zo kun je dus rustig aan je kleurwerk opbouwen met verschillende laagjes, met een schaduwtje. En dat wordt echt wel chic. Kan niet anders zeggen. Prachtige kleur. Ik hou van groene kleuren. Nou, deze zijn groen. Niet groen, groen, felgroen. Dat niet. Ik heb hier gekozen voor subtiele tinten. Maar die knalgroene, die zitten er ook in. Zoals je net wel kon zien. Hier de foliage, die gebruik ik altijd nog als een wat natuurlijkere groen. Maar je hebt ook de grass green. Categorie oorverdovend groen. Let maar op. Voor zover oorverdovend groen een kleur is. Maar als je hier dan die hot pink hebt, die hele felle pink. Ik hang het wel andersom. Dat werkt in mijn hoofd. In mijn hoofd werkt dat van links naar rechts. Voor de rest hebben we geen problemen. Dan gaan we nu. Ik heb hem niet geslepen, dat is niet heel handig, maar ik ga best. Kijk. Zie je, en zo'n felle kleur groen, die dekt ook gewoon helemaal op dat kraft. Zonder dat er wit onder zit. Hier zit dan wel wit onder. En dat is waarom er ook gezegd wordt, er zitten hele felle kleuren. Het is bijna neon. Zeker met die hot pink erboven. Het is toch bijna neongroen. Dus voor elk wat wils. Van felle werken tot zachte werken. Tot. Ik vind zelf deze geel. Ik hou van okergeel. En dit is dan de. Hoe heet het? Brown sugar in dit geval. Maar dat is een okergeel. Ik vind dat een mooie toevoeging. Zeker wanneer het ook terugkomt hier in je bladeren. Van je bloem. Dan heb je een soort terugkerende kleur. Dus moet het op kraft of kan het ook op gewoon wit papier? Wel, nee, dit kan ook gewoon op wit papier. Ik heb hier... Oké. Zie je, daarom had ik dat tagblok erbij gepakt. Hopsakee. Pakken we een tag. Kan het op wit papier? Ik had gezegd, ik beantwoord al jullie vragen. Dus hier ook een geel. Die had ik toch nog in mijn handen. Tuurlijk kan je met
kleurpotlood op gewoon wit papier kleuren. Ik kan hier een stempel op zetten en ik kan die prima prachtig inkleuren met deze potloden. Alleen ik heb gewoon een afwijking. Ik kleur graag met kleurpotlood op gekleurd papier. Of dat nou kraft is of dat nu, dit is Painton. Dat gaat ook prima, heb ik nog niet gedaan. Maar ja, een heel klein stukje. Maar dat gaat allemaal prima. Het enige wat ik minder prima vind gaan, ik heb hier nu die blender, is over de blender heen kleuren. Dat gaat niet prima. Dat wordt niet... Het gaat wel, maar nee, daar ben ik niet kapot van. Met die blender kleur je hem eigenlijk dicht. En dan is het op een gegeven moment is het klaar met inkleuren. Maar hier ook, op de Painton. Dit is de denim. Ook een van mijn favoriete kleuren. Lekker blauw papier. Kijk, daar kun je prima. Painton heeft ook nog een klein structuurtje erin. Dus dat gaat, kun je nog meer laagjes op aanbrengen. Maar dat gaat ook goed. Op wit kun je kleuren. Op alles eigenlijk. Op glad papier. Alleen op glad papier breng je minder veel lagen aan. Minder veel. Minder gewoon. Dus ja, je kunt alle kanten mee op terug naar deze. Want het is toch wel leuk om dat nog een beetje zo te zien ontstaan. Ook wel grappig is, om een heel klein beetje, niet te veel, van die blush pink terug te laten komen in je groene blad. Maar een heel klein beetje. Net als een soort schaduw die bloem afgeeft hier op die groene. Je ziet wel, op een gegeven moment zit je papier vol. Komt ook, kraftpapier is een glad papier. Dan kun je met lijtvast echt wel meer lagen aanbrengen. Ja, dit is nou eenmaal ook geen lijtvast potlood. Maar op zich een leuk alternatief. Voor mensen die de lijtvast potloden gewoon veel en veel te duur vinden. Want ik weet, die zijn er ook. En een aantal mooie kleuren ter aanvulling. Wat willen mensen nog meer? Niet nog meer potloden. Het is nu genoeg. Nee hoor, volgens mij hebben we nooit genoeg potloden. Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar... Ik zie niet veel vragen meer voorbij komen. Betekent dit dat ik al jullie vragen beantwoord heb? Dat jullie allemaal nu je keuze hebben kunnen maken. Want ik heb zoveel mensen gezien die zeiden van nou ik wacht nog even af de antwoorden van Ilse. Of ik wil bestellen ja of nee. En grijp je kans. Als ik je nog iets te vragen heb, als ik nog iets niet heb laten zien. Stel je vraag. Ik ben er nog. En ik geef je graag antwoord. Zo. Voordeel vind ik ook altijd wel van de Derwent potloden dat ze allemaal gewoon los verkrijgbaar zijn. Dus je kunt ook zeggen van joh... Ik ga voor dit potlood of ik bestel er eens een keer twee van alles. Daarom heb ik ook twee Faber-Castell potloden. En twee, ik heb hier zoveel in die map zitten dat ik denk van nou, dat... Nou Jannie, daar is ook echt niks mis mee om voor de lijtvast te gaan. Want met de lijtvast, dan heb je een duurder potlood. Maar ook een heel veelzijdig potlood. Wil je heel graag roze... wat niet zo in de lijtvast zit uit zichzelf, dan kun je de rood nemen van de lijtvast. Die kun je met wit mengen. Heb je ook roze? Wil je liever zo'n roze, dan neem je toch gewoon roze hiervan. Dat kun je gewoon aanvullen. Dat is, je kunt een aantal potloden gewoon, inderdaad wat Leonie zegt, een aantal bestellen.
En dan kijken wat voor jou werkt. Het is ook wat, ja, wat vind jij fijn? Dat, ik weet, Jacqueline die kleurt super graag met de Faber-Castells, met de polychromo's. En ik kleur weer liever met de Lightfast. En zo heb je ook allemaal je eigen persoonlijke dingetje. Dus ik ga je ook niet zeggen van, joh, dit vind ik, deze moet je kopen. Of dit merk moet je kopen. Of dat ligt zo aan jezelf. Als je een hele doos Lightfast hebt, ja, maar alleen wees een zeer gelukkig mens, want het is een prachtig potlood. Polychromo's zijn prachtige potloden. Maar ieder heeft ook zo daarin zijn eigen voorkeur. En het is op een gegeven moment ook wat je vaak gebruikt, daar wen je aan. Zo is dat, zo simpel is dat natuurlijk ook gewoon. Had ik de polychromo's gekocht en ik was daaraan gewend. En ja, je neemt dan zo'n zacht lijdvastpotlood, ja, dan snap ik dat dat schrik is. Maar kleur je altijd met een zacht lijdvastpotlood en heb je ineens een harder polychromo's potlood. In potlood. Ja, tuurlijk is het dan anders. Ga je er vaker mee kleuren, wen je eraan? Ja, ook dat gebeurt. Ja, het wordt wel een toverbal zo, qua bloem. Maar ik vind hem wel leuk. Is trouwens ook nog wel de moeite waard, hoor, om naar te kijken. Die Take Me To The Ocean stempels. Die liggen dus vanaf vrijdag in de winkel. Er zit echt hele leuke tussen. Ik mocht die kleuren voor de verpakking, dus ik weet, ik weet hoe ze kleuren. Vandaar dat ik ook dacht van, oh die bloem, ik vind dit zo'n gave bloem. Ook met al die kleurtjes en ja, leuke de leuk. Eindelijk weer zo'n leuke bloem. Prisma Colors, ja. De Prisma Colors heb ik ook. En de Prisma Colors, die... daar zit een heel verhaal aan vast. Want ooit mochten die niet verkocht worden in Europa. Omdat die de fabrikant van Prismalo... Maar ja, in de weg zaten qua naam. Prisma, Prismalo. Leek die veel op elkaar. Dus dat was, was de Prisma Color echt een... een Amerikaans potlood. Of een, nou ja, in elk geval geen Europees potlood. Maar ja, weet je, tegenwoordig met Amazon en alles. Alles is te bestellen. Zo simpel is het ondertussen. En ik heb van horen zeggen. En ik merk dit nu zelf ook wel. Dat de Chroma Flow. Ook een prima. Prima alternatief is voor de Prisma's. Het hoeft niet allemaal zo. Ja, je moet ook ergens aan wennen en gaan kleuren en wennen aan het materiaal wat je hebt. Als je elke dag met een ander potlood kleurt, dan wen je ook nergens aan. Maar in elk geval, je ziet het, ik ben er ondertussen aardig wat laagjes over elkaar heen aan het aanbrengen op een kraftpapiertje. En dat gaat gewoon goed. Oh, er schiet ineens van alles hier door de... De kleur header. Ja, die heb ik ook hier voorbij zien komen. Maar dat past nou weer niet bij... header pink of zo heet die. Pink header, ja. Zie je? Dat is deze. Het is een beetje een koelere paars. Ik heb nu wat warmere roze. Lijkere slijp. Jacqueline, jij hebt ook echt een probleem, hè, met potloden. Of hebben de potloden een probleem met jou? Ik ook. Als potloden, dan denk ik, oeh, kijk, deze is inderdaad ook heel mooi zacht kleurtje. Een beetje wisteria kleur uit... ja, het lijkt, Daniel Smit heet het Wisteria, dat rozige paars. Het is geen lavendelkleur, maar net weer wat roziger. En ja, ook mooi. Leuk, leuk, leuk. Even spieken wat er nog meer... ik mis een heleboel opmerkingen, sorry. Prisma is ook een zachter potlood, dat klopt.
Ze zijn zeker te vergelijken. Ja, ze zijn inderdaad te vergelijken. Ik heb ze ook beide. Liggen hier ook op de grond. Nou, ik denk dat ik ondertussen... Ik zie geen vraag meer voorbij komen. Dus ik denk dat ik aardig uitgekletst ben. Nou ja, dit kaartje is niet af. Maar die gaat vanzelf af. En ooit. Dus... ja. Nou, ik zal zeggen, stel je de laatste vragen eenmaal andermaal. Anders dan ga ik lekker afsluiten. Mocht je nou toch van de week denken van, joh, ik wil toch nog wat weten. Ik kan nu alles voor je uittesten en proberen. Nog technischer uitleg over percentages, lichtvastheid enzovoort. Kijk even op het YouTube kanaal van Julia Woning. Er staat nog een interessant filmpje over alle Derwent potloden. En ja, als er geen vragen meer zijn, dan ga ik lekker afsluiten. En als er toch nog een vraag te binnen schiet, stel je hem van de week. Dat komt ook allemaal wel goed, denk ik. Dus nou, heel veel succes in jullie keuze. Met jullie keuzestress voor de potloden. Ik ben benieuwd. Laat ik vooral lekker mooi gekleurde potloodwerkjes zien op de groep van de duif. Ook altijd leuk om naar te kijken. En dan wens ik jullie een hele fijne avond. Bedankt voor het kijken. En tot vrijdag. Doei! Oh, ik zie nog zaterdag is Cordini hier live met de Chroma Flow. Nou. Nog een keer Chroma Flow. Kun je ook al je vragen nog een keer aan Cordien stellen. Dat is nog beter. Dan nogmaals. Fijne avond. Even nog een laatste ingekomen bericht. En dan doei doei. En tot vrijdag.